Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 10 oktober. Het is 20 over 11. Ik was al wakker, maar ik wou niet uit bed. Ik heb zo goed geslapen. Ik ben maar één keer wakker geweest. En dan was vanmorgen om even te plassen en voor de rest niet. Ik moet zeggen, ik was om 10 uur wakker en toen voelde ik me niet goed. Keel, pijn, neuspijn, alles. Maar nu voel ik me beter. Alleen mijn schoonmoeder komt zo om 12 uur om te lunchen. Dus even douchen. En dan gaan we samen lunchen. Even naar het prenatal. En mijn vriendinnetje is vanmorgen bevallen van mijn zoon. Vet leuk. Nog een vriendinnetje die bevallen is. En nu moet... Ja, ik moet nog. En een nicht van mij moet nog. Hallo. Fanny. Ik heb make-up. Oh, sorry. Auw. We zijn al een tijdje terug van de winkel. Moesten nog even wat dingetjes halen. Oh, kijk uit. Zoals deze. Dat is een vet schattige deken. Maar er is een feestje van mijn oom. Die is 70 geworden. De broer van mijn vader. En daar moet ik eigenlijk even heen. Dus ik ben maar aan het klaarmaken. Ik heb wel even geslapen en gedoucht. Dus. Dus nu. Oh ja, een chocoladecake. Dus nu ga ik me even klaarmaken. Verder klaarmaken. Wij zijn alweer thuis. Ik heb lekker gedoucht. En het is nu 11:55. We moeten eigenlijk al slapen. Kijk deze mooie man. Maar we gaan nog even wat eten. Een kopje thee drinken. En dan gaan we lekker op bed. Lekker een kaascroissantje met salami erop. En we hebben bollo en een Roemeense cake. Die moet jij maar even proberen. Wow, is dat chocola? Nee, jij bent op zoek naar extreme bruin. Oh. Nee, het smaakt naar Turks koekje. Oh, het smaakt naar Turks koekje. Dat stukje. Ja. Maar kijk, we kijken natuurlijk naar... Dit is toch ook veel, dit kan ik niet breken. Oh. En? Dat is lekker, volgens mij zit er... Volgens mij zit pudding dit. Ja? Wat is die bruine dan? Een soort koekje. Oh, ik wil het ook proberen. Goedemorgen, het is zondag 11 oktober en het is bijna 10:45. Vandaag is mijn laatste dag van mijn zwangerschap. Dat betekent ook even de laatste dagelijkse vlog. Ik ben zenuwachtig voor morgen. Ik mag niet veel doen vandaag van niemand. Ik ga zo nog even wel kleren wassen. Ontbijten. Laatste dingetjes editen. En vanavond vroeg slapen. Want morgenochtend om 6 uur moet ik naar het ziekenhuis bellen. Ik heb gisteren helaas wel wat horrorverhalen gehoord over zwanger zijn. Zonder of over bevallingen en zo. Dat vind ik wel minder. Maar ik probeer positief te blijven. Ik voel me net een smurf met mijn handdoek. Ik ben heel emotioneel vandaag, omdat morgen de grote dag is. Wel lastig hoor. Vandaag is het trouwens Wereldmeisjesdag. En dan moet je een foto op Instagram of iets plaatsen, weet je, met roze lipstift. Vorig jaar was het met rode lipstift. En toevallig werd die foto van mij vandaag geliked. En toen dacht ik, wow, ik was zo anders. Nou, niet anders. Ik was zo dun een jaar geleden in mijn gezicht. Dan heb ik echt zo'n dikke plofkop. Vet grappig eigenlijk, maar boeien. Ik ben echt zenuwachtig. Zenuwachtig en bang en weet ik veel wat er gaat gebeuren. En
Maar ja, als jullie dit zien, is dat voorbij. Dus dan kan ik dit nou gewoon heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt heel spannend. Dit is mijn avondeten. Ik heb 2 stukken vlees en daar heb ik zin in. En mijn heel kleine aardappeltje. Hallo, het is nu 19:30. We hebben net lekker gegeten en een flesje gekeken. Wat doe je? Ik sta door mijn benen. Anders zien ze jou niet. Kan ook zo. Zo. En ik ga nu de vlog afsluiten, want ik wil alles nog even editen. En dan ga ik morgen niet vloggen. Want morgen is een spannende dag voor ons. En dan zien jullie vanzelf wel wanneer we weer verschijnen, toch? Ja, ik denk woensdag of zo. Ja, kunnen we. Dat is wel dapper. Dat is wel heel dapper. Ja, woensdag ben ik jarig. Woensdag ben ik jarig. Dan gaan we wel filmen, maar of je dan, of het dan echt, zeg maar. Ja, we moeten even kijken. Even kijken hoe het met het schema is en wat, wanneer online komt. Ja. Misschien dat we gewoon elke dag even iets zeggen in de camera en dat we daar gewoon even een compilatie of zo. Ja. Ja. Woensdag ben ik jarig, denk aan mij, want dan ben ik jarig. Word ik 28. Als jullie het zien, is die dag al geweest. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, klopt. Ja. Dus wij gaan de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we jullie snel weer. Be your own kind of beautiful.